Ik ben opgegroeid in een gezin in Haarlem. Ouders die een oorlog hebben meegemaakt. En daar begon voor mij eigenlijk al het eerste stukje van ik heb een hekel aan verspilling. Want zo leerden mijn vader, moeder en mijn opa's en oma's dat aan mij. Nou, mijn rol in het gezin was eigenlijk de mini-techneut. Gereedschap was er nauwelijks bij ons in huis. Maar op het moment dat Lego in ons huis kwam, voor mij als jongetje om mee te spelen, begon voor mij de eerste drive al van uit te zoeken hoe je dingen kon maken. Maar ook hoe je dingen kon repareren. En dat heeft altijd hele leuke dingen opgeleverd. Ja, Lego heeft mij gebracht waar ik nu ben. Ik was altijd heel erg gefascineerd van Lego. En met Lego, in die tijd, kreeg je doosjes met blokjes en steentjes waar je iets uit creëerde. En weer uit elkaar haalde en de week daarna, of de twee weken daarna, weer iets nieuws mee ging creëren. Wat ik in de wereld op een gegeven moment ben gaan ontdekken, en dat was in de periode dat mijn kinderen geboren werden, zo'n 5, 26 jaar geleden, dat ik in contact kwam met een dorpsgenoot van mij en die had een kringloopadviesbureau. En in het begin dacht ik, goh, Henny, dat is zo'n geitenwolle sok. En Henny kon mij, ondanks zijn activistische inslag, eigenlijk op een ander spoor zetten van wat ik thuis geleerd had, was hij aan het uitvoeren in de maatschappij. En Henny leerde mij 5, 26 jaar geleden al van we halen meer grondstoffen uit een aardbol als dat ding aan kan. Maar een van de leukste momenten vind ik het moment dat wij aan tafel zaten. Dat we eigenlijk aan het nadenken waren van goh, kun je nou als ondernemer gewoon een heel spraakmakend voorbeeld creëren wat gaat over circulaire economie. Wij riepen van goh, eigenlijk zou je dat duurzame Lego moeten maken. Dus Lego gemaakt van gebruikte kunststoffen. Ja, dan riep een van mijn kinderen van ja, dat is leuk, maar Lego bestaat al. Toen dacht ik, ja, wacht even, er is Lego voor kinderen, zoals ik mee opgegroeid ben. Maar er bestaat nog geen Lego voor volwassenen. In ieder geval niet in die vorm dat het is gemaakt van afvalstromen, van plastics. Want Lego heeft voor mij toch het tovermechanisme van heb je wel eens iemand Lego zien weggooien? Niemand gooit Lego weg. Dus in de duurzame of de circulaire wereld is Lego voor mij nog steeds het ultieme goede voorbeeld. Alleen, het is alleen voor kinderen. Henny is vorig jaar overleden en ik heb op dit moment eigenlijk aan zijn kinderen beloofd dat ik zijn werk ga doorzetten. Dus ik ben op dit moment een museum circulaire economie aan het bouwen op Strijp S tussen de voormalige Philipsfabrieken. En daar ga ik een tentoonstelling bouwen en die heet Ode aan Henny. Want Henny is voor mij een van de mensen, eigenlijk van de inspiratoren van zo'n 25, 30 jaar geleden, die toen al begonnen met wat we nu een circulaire economie noemen. Als ik terugkijk, dan is het eigenlijk het advies naar anderen van probeer niet altijd nieuwe wielen uit te vinden. Probeer te verdiepen in het verleden, want als je het verleden kent, dan begrijp je het heden beter. Dat zit in Lego, dat zit in analoge documentatie die er nog is, want niet alles is digitaal. Dus voor een jongere generatie is het moeilijker, maar als je de moeite neemt om je even iets in het verleden te verdiepen, dus bij duurzaamheid of in circulaire economie, er is al vreselijk veel uitgevonden. Dus ga op zoek.